Nou, lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen. Zondagmorgenpraatje. Wederom bos. Bos. Dus, dat houdt in dat ik weer ben gaan lopen in bos. Dat is niet de moeilijke raden natuurlijk, hè. Maar goed, alles bij elkaar. Ja, weer rustig opbouwen. Zoals ik dat vorige week ook al zei. Weer vandaag weer om 3 rondjes. Dus we moeten weer gaan uitbouwen. Ik wil toch weer terug naar die 4. Maar ik wil het rustig aan doen, even met mijn kuit. Ik kan het wel gaan forceren, maar het heeft geen zin. Dus dat gaan we er maar niet doen. En ja, natuurlijk, ik wil ook zo snel mogelijk vooruit. Ik wil ook zo snel mogelijk naar die 4 rondjes toe. Maar het heeft geen zin om dat nu te gaan forceren in deze hoedanigheid. Ik vind dat ik een goed herstel heb gedaan nu. Zoals ik al zei, het gaat goed. Ik heb 3 rondjes gelopen en ik heb eigenlijk geen last, pijn of iets dergelijks. Maar ik moet wel voorzichtig zijn. Ik wil niet dat ik nou weer te snel ga beginnen, dat ik weer terugval in een andere blessure of misschien dezelfde blessure, dan ben ik er weer uit. En ja, dat wil ik niet. En ik vind het lopen in het bos, ik vind het gewoon leuk. Ik weet niet. Je bent toch meer bezig. Lichamelijk, je moet meer balans in je lichaam houden. Je bent met je hele lichaam bezig. Dan wanneer je op de loopband staat. Je hebt te maken met oneffenheden op de grond, daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet een keer een stukje klimmen, een klein stukje dalen. Dus een beetje up en down. Up en down. Ja, weet je, al die variabelen, dat maakt het leuk. Dat maakt het leuker dan op een loopband. Ja, loopband is gewoon minder belastend voor je gestel en voor je gewrichten, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het is minder leuk. Het is alleen maar rechtuit, hier kom je vooruit. Dus dat. Maar goed. Ja, vandaag. Ga ik erover beginnen. Voetballen. Ja, moet eigenlijk wel. Alsteren vandaag, thuis. Ja, ik wil er eigenlijk over beginnen, maar ik wil er eigenlijk niet over beginnen. Nee, het wordt gewoon even een lastige klus vandaag. Er moet op een of andere manier punten gepakt worden, want de concurrenten voor de benedenpositie, die zijn er ook. En daar hebben we mee te maken. Helaas. We hadden een periode dat we een goede reeks neerzetten van ongeslagen, of in ieder geval gelijkspelen. En nadat die doorbroken was, was het in één keer weer met die spiraal op een of andere wijze. En het maakt er even niet uit in welke toestanden en zaken dat je in terecht komt. Met blessures, met speelwijzes, noem maar op. Het loopt dan gewoon eventjes in één keer niet meer. Ik heb van allerlei redenen over voor gaan verzinnen. Maar goed, dat moeten we oppakken. Hopende dat we dat vandaag doen. Hadden we dat eigenlijk vorige week moeten doen in echt. Maar dat is echt niet gelukt. Dus dat is zwaar K. Maar goed. Hopende dat we dat vandaag dan wel weer op orde krijgen. En dat we vandaag wel weer fatsoenlijk de wedstrijd kunnen spelen. Goed, nogmaals, alles valt op staat met wat het gaat worden vandaag en hoe dat iedereen erin steekt. En ja, dat. Dus, dat is even afwachten. Voor de rest. Ja, werk, druk. Op een andere manier dan wat je normaal gesproken zou doen met werk. Zou hebben. Maar die heeft niet. Hold away.
Goed, zoals je ziet, ik ben weer thuis aangekomen. Het is een korte, 5 minuutjes. Dus, zullen we even zien. Eigenlijk baal ik wel van, omdat ik nou op tijd daar moet zijn, kan ik ook niet even naar de fitness. Ik had eigenlijk even naar de fitness gewild, na het hardlopen. Maar goed, volgende week gaat volgens mij ook niet. Nou, er komen wel periodes aan waarop dat wel kan. Dat ik weer gewoon na het hardlopen even naar de fitness kan. Om even wat te trainen met het bovenlichaam of zo, of wat dan ook. Dus, maar dat zie je volgende keer wel weer. Ik hou het kort vandaag, dus nogmaals tot de volgende keer. Fijne zondag. Het weer is niet heet, maar het is wel goed genoeg om een lekker potje te kunnen voetballen. Jammer voor de wind. Maar goed, maakt niet uit. Het is in ieder geval hopende dat het in ieder geval vandaag droog blijft. Dat. Dus. Nou goed, ik zeg tot de volgende keer. Fijne zondag. Die is waarschijnlijk al geweest als je dit ziet. Maar in ieder geval toch fijne zondag. Tot de volgende keer. En de groetjes. Duimpje omhoog. Abonneren. Heel graag. Doen. Tot de volgende keer. Ik zeg met de groeten. Tot de volgende keer. Ciao.